Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Thomas opent met bier nummer 5 uit de Moorspotel 6th Anniversary serie. We hebben nog 2 bieren te gaan. Deze plus de Shaak, een Bourbon and Brandy Barrel Aged Imperial Stout met vanille. Maar we hebben het nu eerst over Margreet, de manager van Moorsleutel. Margreet may be discreet, but plays a crucial role at the company. Typing away behind a desk, you don't really know what she's up to, but she's everywhere. Perhaps because she had to raise 4 children, shows concentrated knowledge as much as a freeze-distilled beer shows character and flavor. We took a look at our favorite dessert, a red velvet, gave it a brewing twist, and here we are. Alcoholpercentage, hier staat op het blik 16%, op de doos waar het allemaal in komt staat 17%. Dit is al de tweede keer dat ik een alcohol discrepancy zag met een bier van Moorsleutel. Volgens mij stond bij de Daily Grind 3 stond op een tap 9 en op het blik 8 of net andersom. Nou ja, kan een keer gebeuren. Shit happens, maakt niet uit. 16 of 17%, it's a big fucking beer. Kernhard, dit is neem ik aan dan Margreet. Bier is gebrouwen met, daar komt die water, malted barley, spelt, wheat, hops, yeast, sour cherries, raspberries, vanilla, cacao nibs en white oak. Staat ook allemaal in het Nederlands, al waarom ik het in het Nederlands Engels lees weet ik niet. Dus zure kersen, frambozen, vanille, cacao nibs en wit eiken. Ik ben er heel eerlijk in, voor degene die niet weet wat freeze distilling is, oftewel ijsbokken, bier wordt ingevroren. Water bevriest natuurlijk sneller dan alcohol. Alcohol bevriest in principe ja, niet. Of, anyway, dan wordt het weer ontdooid. En dan vangen ze het bier op. Het water blijft wat achter, want dat is nog bevroren. Heb je dus een hoger alcoholconcentratie. Hoger alcoholpercentage, meer geconcentreerde smaken. Ik ben niet over het algemeen heel erg groot fan van freeze distilled beers. De klassiekers, zoals bijvoorbeeld de ijsbok van Stefane of Schneiderweizen bedoel ik. De Schneiderweizen. Aventinus Weizenbock, ijsbok, die bijvoorbeeld, dat is echt een klassieker. De Gulpener. Het kan bij stout, zeker als het een 12% Imperial Stout is geweest, kan het best wel een beetje te intens worden. Ik ben er niet altijd een fan van, maar daar moet ik wel weer tegenover zeggen. Ik heb ook een paar hele gaven gehad, waaronder een paar van Moorsleutel, dus we gaan het merken. Fruited Stouts, ook niet altijd mijn ding, maar ook weer een paar leuke gehad. Gewoon open-minded blijven. Ik gok dat deze weer chocky vol zit. Geen raar hisje. We hebben natuurlijk weer hashtag proper glassware, zoals we dat zoveel mogelijk proberen te doen. Water net omgespoeld. Ja, als je dan echt een lobbig dik bier wil verwachten, dan is dit het natuurlijk wel. Schenkt ontzettend stroperig, dik, vol, lobbig. Een hele stevige schuimkraag nog. Veel meer dan ik verwacht had van 16%. Ik denk wel dat hij snel zal afzwakken, maar een hele mooie stevige dikke schuimkraag. Ik heb hem misschien iets te klootzakkerig ingeschonken. Gitzwart in het glas. Precies wat je kan verwachten van een dikke stout van 16%. Zo ziet hij er gewoon uit. Ah, dat was sticky. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Hè? We gaan eens even kijken wat hij doet in de neus. Oké, een red velvet. Is een cake, die een taart die je dus rood maakt met rode fruit dye. En dan krijg je dus die red velvet, chocolade, inderdaad, kersen, fruit, kan er allemaal bij. Wat het mij hier voornamelijk gek genoeg aan doet denken, is Schwarzwälder Kirsch. Door dat kersen en dat raspberry. Dat raspberry komt heel mooi door die framboos. Dat kersenverhaal ook. Hij heeft inderdaad een door de raspberry, motherfucker, framboos. Ja, framboos en de zure kersen geven hem inderdaad een fris-zurig tintje. Echt leuk, echt grappig. Niet op een storende manier, want vanuit de stout en het hoge alcoholpercentage zit er genoeg zoetheid in. Dat het elkaar wel mooi uitbalanceert. In de neus in ieder geval. We gaan nog wel zien wat het doet in de smaak. In de neus heb je ook niet het idee dat we het hier over een 16 of 17% sterk bier hebben. Ik gok trouwens 16, omdat dat op het etiket staat. Dat houden we aan. Dat de doos een typfoutje is geweest. 16 of 17%. Boeit niet heel veel. Maar je krijgt echt een toon van vanille. Ik haal er niet echt het witte eiken uit. De cacao nibs komen wel heel erg mooi door. De cacao nibs zoals ze dus in de vorige bier zaten in Pim. Die hebben echt een bepaalde soort van hele intense pure chocolade bitterheid toon erin. En dat krijg je dus er absoluut ook uit terug. Het toontje van vanille zit denk ik in mijn hoofd. Er zat geen vanille in toch? Of zei ik van wel?
Oh wel, er zit ook vanille in. Ik wou net zeggen, ik heb te snel gelezen. Jongens, het is 8 uur 's avonds nu. Het is net 8 uur. Ik heb een hele leuke lange dag gehad. Ik ben lekker naar de dierentuin geweest vandaag. Een fantastische mooie dag gehad. Maar mijn hoofd zit helemaal daar. Mijn hersenen die zitten gewoon echt weggesmolten. Het was 30 graden. Het is nu nog steeds 28. Mijn hoofd is helemaal... Dus ik weet al niet eens meer wat ik 3 seconden geleden gezegd heb. Laat staan wat er nu in mijn mond komt. Laat staan wat er vanmiddag... Hoofd, klaar. Hij ruikt gewoon echt als een zwartzwelle kirsch voor mij. Ik heb de weinig ervaringen met Red Velvet. Maar dit komt voor mij echt over een zwartzwelle kirsch. En dat vind ik niet vervelend. Want ik, ook al is het een beetje, ze worden het wel eens een oude lullentaart genoemd. Ik vind zwartzwelle kirsch lekker. Dus dat dat ernaar ruikt is geen probleem. Laten we eens even kijken wat hij doet qua smaak. Hoesleutel, cheers. Gefeliciteerd. Oké. Ik wou bij het eerste slokje nog zeggen, ja, je werkt van die 16% echt niet heel veel. 2 seconds later. Nee, die voel je wel. Die komt echt mooi naar voren. Wow. Oké, waar de eerste impressie dus zoet is, komt ineens dat zuurtje van die zure kersen en die frambozen naar voren. En die chocoladesmaken. Die dan echt achterin ontzettend versterkt worden. En in die finish komt er toch een mooie bitterheid van die cacao-nips naar voren. En van die geroosterde mouten. Maar voornamelijk de cacao-nip bitterheid. Echt die pure chocolade. Blijft plakken. I fucking love this shit. Ik had dit niet verwacht. Maar deze vind ik echt lekker. Ik had echt verwacht dat dit allemaal te zou zijn en te veel. Maar het samenspel is leuk. Het mist misschien een klein beetje cohesie, een beetje balans. Omdat het eerst dit en dan dat en dat. Maar dat maakt het ook wel leuk. En de finish is nou echt gewoon uitgesproken. Bijna droog en bitter en pure chocolade. En een beetje een soort van die chocoboontjes die je bij kopjes koffie wel eens krijgt. Dat je dat idee... En dan toch nog wel die fruitige tonen die blijven komen. Who the fucking thunk it? In de neus krijg je nu zelfs een klein beetje dat licht, dat heel veel stouts van moersleutel hebben. Voor mij dat heb ik wel eens vaker op gehad. Hè? Dat umami droppige dingetje. Zelfs die krijg je nu in de neus. Nog heel intens in de smaak, maar wel een klein beetje in de neus. Ja, ik vind hem wel lekker. Ik had het niet verwacht, maar ik vind hem echt lekker. Ik vind hem echt gewoon dat ik denk, dit vind ik geen probleem. Je voelt de alcoholwarmte wel. Er zit een licht scherp randje aan. Logisch. Minder verwarrend, minder storend scherp dan ik misschien verwacht had. Maar al met al vind ik het echt een leuk en lekker bier. Ik had niet verwacht dat ik hier zo enthousiast over zou worden. De eerste 3 bieren... De eerste 2, ja, de NIPA en beide waren een New England style, maar de DIPA, de Double IPA, de Triple IPA, waren gewoon echt way too sweet. En in de Triple IPA style klopte dat wel. En zelfs voor een New England style kan het in de moderne New England style, wat ik al zei, klopt het in de stijl. Er waren geen brouwen, ze waren voor mijn persoonlijke smaak gewoon echt te zoet. De Rye Wine vond ik gewoon qua smaakprofiel lekker, maar alles was zo ingetogen en klein en dat je ernaar moest zoeken dat ik dacht, jammer. En dan Pim. Je hebt de review gisteren gezien. En dan nu dit. 2 hele compleet andere bieren. En toch doen ze me alle 2 wel echt wat ik leuk en lekker vind. Ja. Ja. Gewoon. Dat was hem wel. Ik kan er nog heel lang over willen doorlullen. Maar eigenlijk alles wat ik over dit bier te zeggen heb, heb ik er wel over gezegd. Een flinke, heftige, dikke unit. Vol van smaak. Leuk samenspel tussen dat fruitige, lichtzurige dingetje. Het bier is geen zuurbier. Op geen enkele manier is het een zuurbier. Maar je krijgt zo'n licht verfrissende tinteling, zeg maar. Dat je wel merkt dat, ja, framboos, zure kersen. Dat je wel merkt dat het zijn. Het is geen zoet fruit. Dat vind ik wel heel erg leuk.
Die roast van de mouten zit er gewoon heel goed in. Die pure bitterheid van die cacao nibs. Dat zweempje van die vanille brengt een extra zoete toon mee. Dat licht droppige dingetje. Het is gewoon een fantastische leuke stout. Dat had ik niet verwacht. Is het bonkers? Is het crazy? Is het over the top? Absoluut. Maar goed, het is ook een moersleutel pastry stout. Dus wat wil je? Dat mag. Dat hoort. Het is niet altijd mijn ding. Dat heb ik vaker gezegd. En ik wil weer teruggaan, zeker nu ik weet dat ze geen lactose meer gebruiken, wil ik weer eens terug naar wat van hun pastry stouts. Kijken wat ik daar nu in terug kan vinden, wat mij vroeger hekelde, of ik dat nu weer lekker ga vinden. Dus dat gaat echt in de komende maanden, gaat dat voor mij, misschien dat ik wel wat dingen ga reviewen, ga ik echt wat meer van die moersleutel pastry stouts kopen. En kijken wat de moderne de interpretaties dat allemaal voor mij doen. Maar dit, als dit een teken is, dan ben ik happy. Want zeker heeft het een zoete toon, maar het is niet te overdreven zoete meuk. Er zit genoeg in om daar een tegengas in te geven. Dat maakt hem leuk. En dat was hem voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox links naar al mijn social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Vergeet niet de reviews te checken van mijn maat in de Dutch Beer Collective. Douglas, Remy en Gerben. Laat wat comments achter. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.